natuurlijk de onheilsplek voor ons. Ja, door het monument wat achter ons staat, geplaatst is, heb je af en toe wel het idee dat je nog een beetje bij hem kan zijn. Dus als ik hier kom, leg ik altijd even een bosje bloemen neer. Vorige zomer gaat het in de nachtelijke uren in Apeldoorn gruwelijk mis. Bij een tankstation krijgen Mike ter Halle en Yi C het met elkaar aan de stok over een verkeerd geparkeerde auto. Als de twee na wat woorden wegrijden, stapt Mike om onbekende reden uit de auto. Een aanrijding met het slachtoffer wat uiteindelijk is overleden. Daar is een verkeersruzie aan vooraf gegaan. Ook wel wat provocerend gedrag, ook van de verdachte als eerste. En dat heeft ertoe geleid dat het helemaal uit de hand is gelopen. Nou ja, hij heeft natuurlijk gezegd dat het echt een ongeluk geweest is. Dat nooit ook maar enige wens in de richting is geweest waarbij Mike ter Halle iets zou worden aangedaan. De 21-jarige JC wordt al snel voorlopig vrijgelaten, maar blijft verdachte. Alleen deze week kijkt een nieuwe officier van justitie met een heel andere blik naar de zaak en vraagt om vrijspraak. Toen hadden we nog niet alle beelden gezien en alle analyses die op verkeersgebied zijn gedaan. Dat alles bij elkaar hebben we afgewogen. Dat we niet bewezen vinden dat hier sprake is van een misdrijf, maar echt een ongeval. Ja, laat ik zo zeggen dat wij altijd dit standpunt hebben aangehangen. De zaak stond eigenlijk in maart op zitting en toen was de conclusie van die officier een hele andere dan van deze officier. Dus er is geen snipperpapier bijgekomen. Dus het houdt wel degelijk verband met de persoon. Bij de nabestaanden van de overleden Mike komt dit nieuws als een grote schok. Woede. En de stelling wat hij innam, dat leek ook nergens over. Dat leek wel de advocaat van de verdachte. Het is eigenlijk als een bom binnengekomen. Want, je krijgt maandag pas te horen dat ze voor vrijspraak gaan. En daarvoor was daar geen sprake van. Nou, we zien de uitspraak met een klein beetje hoop tegemoet. Ja, als ik dit zo hoor, ik begrijp dan de nabestaanden wel als ik dit zo hoor, dan is het toch heel moeilijk te volgen dat er zo'n zaak ineens zo'n wending krijgt. Ja, natuurlijk. En je hebt slachtoffergesprekken met de officier van justitie of met de officier van justitie. Dan ga je naar het parket van het OM en dan krijg je daar een gesprek. En dan zegt een officier van, nou, dit is de zaak, dit zijn de feiten. En ik denk dat de zaak zo juridisch afgedaan moet worden. Of ik ga dit en dit eisen. Dus dan is de vraag, hè, die jongen die heeft ook schuld aan het ongeval en die aanrijding. Het is zijn schuld dat van deze verdachte dat Mike is komen te overlijden. Maar de vraag is natuurlijk, heeft hij ook juridisch schuld? Hè? Is er ook een juridisch verwijt wat hem gemaakt kan worden? Dus daar word je op voorbereid als familie. En het is natuurlijk heel cru dat jij dan maandag, terwijl die zitting volgens mij woensdag was, te horen krijgt, we gaan voor vrijspraak. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je als familie zoiets hebt van, ja, maar hij is niet de advocaat van de verdachte. Hij is toch de baas van de politie. Hij moet toch voor ons opkomen. Ja, en dat is natuurlijk ook weer niet helemaal waar. Want zo'n officier van justitie, die is natuurlijk ook, die vertegenwoordigt de hele maatschappij. Dus ook die verdachte. Dat begrijp ik. Maar in maart zou dit eigenlijk spelen. Toen was er een andere officier van justitie. En nu is er een nieuw iemand aangesteld. En is de zaak dus helemaal gedraaid. Dat is toch, hoe kan dat? Die kan er juridisch anders over nadenken. Of die kan misschien het dossier anders hebben gelezen of geïnterpreteerd. En de persofficier zegt, we hebben nog beelden anders bekeken, nader bekeken. Terwijl Korver zegt, er is geen letterpapier meer bijgekomen. Ja. Kijk, ik maak het ook wel eens mee dat gebeurt. En is het vaak zo dat een officier, die heeft dan de zaak niet goed voorbereid, of iemand anders heeft die zaak voorbereid en die krijgt dan zijn zaak op zijn bureau en die zegt dan, ik vind nog dat er niet genoeg bewijs in deze zaak zit. En dat is in deze zaak dus blijkbaar ook gebeurd. Is het gangbaar ook dat de officier van justitie dat wisselt? Ja, dat is gangbaar. Ja. Maar waarom is deze nu gewisseld? Ik weet niet wat de reden daarvan is geweest, maar die heeft het ook wel, die heeft het niet in zijn eentje zo bedacht. Die heeft natuurlijk wel eens een bepaalde reflectie geweest bij de rest van het Openbaar Ministerie. Dus de rest van de mensen met wie ik het besproken heb, die zeggen inderdaad, nou ja, wij zien ook te weinig voor een opzetdelict. Dus we zien onvoldoende bewijs dat deze man opzettelijk Mike heeft aangereden. Ja, en dat is dus iets wat nu bij de rechtbank ligt. En dan heb je dus als slachtoffer gelukkig een slachtofferadvocaat, Richard Korver. Dus ook al gaat die officier van justitie voor vrijspraak, dat betekent niet dat die rechtbank ook gaat vrijspreken. Want die heeft gewoon die telastenlegging, die beschuldiging. En die kunnen dus zelf heel goed beoordelen of ze vinden dat er een bewijsverklaring is, dus dat er een veroordeling moet komen of niet. En Richard Korver heeft natuurlijk de blaren van onze tong gepleit, denk ik, woensdag. Omdat hij hoorde dat die officier van justitie voor een vrijspraak ging, heeft hij natuurlijk gezegd, maar dit en dit en dit is volgens mij wel het bewijs om tot de veroordeling te komen. En dan kan de advocaat van de verdachte
verdachte kan weer meer achterover gaan zitten. Want die denkt, ja, de officier van justitie is het eigenlijk al met me eens. Ja. Maar is er wel eens ook in Nederland zo dat een officier van justitie een naam wil maken of zo? Volgens mij in de Verenigde Staten heb je zoiets dat mensen gekozen moeten worden, dat het om andere dingen gaat. Heb je zoiets in Nederland ook wel eens? Of... Nee, want ze zijn ook vrij. Het is natuurlijk het openbaar ministerie is een beetje een en ondeelbaar. Dus ze doen ook vaak wat een beetje wordt opgelegd. Dat zie je met name zie je dat in strafeisen. Maar dit is. Nee, ik denk dat dit echt gewoon juridisch is. Dat de een het wel ziet en de andere niet. En dat deze officier van justitie heeft gezegd van ja. Er is een ruzie geweest en dat is heel beeldend geweest voor deze zaak. Maar uiteindelijk rijden ze weg bij dat tankstation. Die verdachte die rijdt weg bij dat tankstation. En die wordt vervolgens ingehaald door die auto waar Mike in zat. Dan vervolgens stapt Mike uit die auto. Dan is de snelheid van die verdachte, die is helemaal niet hard. Ze loopt iets van 5 km/u. En die stuurt niet richting Mike, maar die stuurt de andere kant op. Dus je kan gewoon daaruit niet afleiden dat hij op enige manier het opzet heeft gehad, ook niet in het door de gedraging en hoe hij gereden heeft, dat hij Mike wilde aanrijden of dat hij hem wilde mishandelen of wilde verwonden. Maar begreep ik goed dat de kennis die ze nu hebben over die verkeerssituatie, dat die wel pas later beter is bekeken of dat niet? Nou, je zou nu kunnen zeggen misschien dat een officier van justitie het beter heeft bekeken, terwijl de beelden er misschien al wel waren. Dat zou kunnen. Het blijft, kijk, sommige mensen worden bij de rechtbank vrijgesproken en bij het hof worden ze veroordeeld. Het is altijd ook nog een menselijke afweging, een juridische beoordeling. Er zit natuurlijk altijd wel een heel groot stuk gebied in om wel tot een vrijspraak of niet te komen. Dus het is heel vaak niet eenduidig. En daarom moet het worden voorgelegd. En daarom is het ja, in deze zaak, een officier zegt, ik vind dat er geen veroordeling moet volgen. Advocaat van de slachtoffer zegt van wel, nou, dan is het prachtig, dan is de rechtbank voorgelicht en dan kan die daar een afgewezen oordeel over hebben. Hij blijft dat voor de nabestaanden van Mike. Nee, maar daar wil ik niks aan afdoen. Nee, dat is voor die nabestaanden niet te doen. Nee. Ik bedoel, voor die verwerking, hè, ja. Dat je dan maandag dat te horen krijgt en dat je ook echt het gevoel hebt, ja, maar wat is hier dan gebeurd? Wat is ons dan voorgehouden? Ja, wat is want, verder niks, wat meneer Korver ook zegt, is geen snipperpapier bij. Dat is onverteerbaar. En ik zit er natuurlijk altijd als jurist naar te kijken en ik begrijp dat een beetje dat ongenuanceerd dat hard kan overkomen. Beleidsmatig maar, is dat natuurlijk echt bagger. Nee, maar dat is natuurlijk iets voor het Openbaar Ministerie om daar echt over na te denken. Hoe gaan wij die slachtoffergesprekken doen? En weten we dan wel zeker dat er voldoende dat we echt deze richting, deze visie die we hadden, dat we die ook inderdaad door zullen zetten. Dus dat is absoluut slecht. Over 3 weken woensdag 16 december. Ja, is de uitspraak. Ja.